Zo jongens, een hele goede morgen. Dit keer gaan we weer een weekendje naar Frankrijk. Dat wil zeggen 3 nachtjes. Ik ga zeker niet alleen. Ik ga niet met Nando. Ik ga ook niet met Kevin. We zijn trouwens met z'n drieën. Mijn vriendin gaat een keertje mee. Dat is de eerste keer in hele lange tijd dat ze mee is gaan vissen. Dus we gaan kijken hoe het bevalt. Het weer wordt niet geweldig. We hebben één warme dag en de rest zal een beetje druilig zijn. Maar ja, we gaan het zien joh. We gaan naar het water waar Nando en ik vorige keer ook zijn geweest. Omdat dat natuurlijk al een beetje bekend is. En we nemen de hond ook mee, dus dan kunnen we lekker... Die kan daar lekker zijn gang gaan, omdat daar ruimte genoeg is. Dus wij gaan even een stukje rijden. Ellen moest nog even wat spulletjes bij de kruidvat halen. Dus als die terug is, gaan we lekker on route. Dus tot straks! Zo, we hebben even een plaspauze gehad. Hoeveel uurtjes hebben we ondertussen gereden? 3,5 uur. Ja. Heb je er al zin in? Super veel zin in. Super veel zin in. Kijk, Helen is helemaal in outfit. Oh yeah. Gaan we een paar dikke bakken vangen van het weekend, of niet? Ja, hè? Nou, we gaan nog even verder rijden. En we moeten ongeveer nog een uurtje rijden. En dan zijn we aan het water en hopelijk is het droog, want er hangt een fikse bui boven. En dan gaan we het zien. Misschien dat Helen nog even naar de supermarkt moet, maar in principe hebben we genoeg voorraden bij. Dus hopen dat de stek die wij voor, of die ik voor ogen heb, want Helen gaat met mij mee vissen natuurlijk. Dat de stek die we voor ogen hebben vrij is en dan gaan we het zien. Tot later. Zo, goed nieuws. Althans, redelijk goed nieuws. Even het licht bijstellen. Zo. De stek die ik in eerste instantie voor ogen had, die is helaas bezet door Engelsen. Maar mijn tweede keus is gelukkig wel vrij. De Engelsman zei dat hij al veel gevangen had. Dat hij 4 vissen in een uurtje tijd had. Dus er staat wel heel veel wier. Tenminste, er is veel wier bijgekomen. Dus, maar het weer ziet er echt top uit. Dus ik ga gauw even de spulletjes opzetten en de boot opblazen. En dan is even lekker de boot in. En mijn kleine vriend, die vindt het hier geweldig. Dus we hebben er zin in. Mowgli, heb jij er ook zin in? Maar je hebt veel, hè? Heb jij er zin in? Of is het gras alleen maar lekker? Als je dit nou ziet, hè, die bus, wat denk je dan? Ja, wat moet ik denken? Een vertering zo. Ja, juist. Dus yep. Deze spullen gaan eruit en dan gaan we lekker opbouwen. De laatste keer dat ik hier met Nando was, stond er toch een hoop minder wier. Het is echt moeilijk om open plekken te vinden, want het water is echt mega troebel. En er staat zoveel wier dat mijn dieptemeter zelfs uitslaat. Dus het is echt mooie plekjes zien te vinden tussen het wier. Open plekjes. En goed met een stuk lood voelen, want
ja, het is gewoon lastig, maar kom maar goed. Ik heb tot nu toe nog geen beweging van karper of springende vis gezien. Dat is wel jammer, want dat geeft toch wel arkeloze punten, maar ja, het is toch wel weer geniet om hier te zijn. Dus ik ga nog even verder wat stekken zoeken. Ik moet er nog eentje, ik heb maar 3 hengels bij me, dus ik moet nog 1 stekje vinden. Ik zit op een punt te vissen, dus ik kan links, zowel links als rechts vissen, dus dat is wel prettig. En dan gaan we op naar die eerste bak. Zo, ik heb alle stekken gevonden. Nou gaan Helen en ik eerst eens even lekker eten, want we hebben vanmiddag alleen maar een broodje op en vanochtend ontbeten. Dus we hebben meer in de auto gezeten dan dat we iets gegeten hebben. Want het verkeer zat niet echt mee. Dus wij gaan even lekker wat eten. Dan ga ik de hengels preparen. Blijft toch nog wel even licht. Ik heb op elke stek heb ik misschien een half kilootje gevoerd. Maar eerst even kijken wat het doet. En dan gaan de hengeltjes erin. Alles op scherp. Zo, alle hengeltjes liggen in. Ik heb niet 100% er een goed gevoel bij. Zeg maar 98%. Het was gewoon heel moeilijk om wiervrije plekken te vinden. Ik heb wel het gevoel dat ze allemaal redelijk wiervrij liggen. Maar ja, we gaan het wel zien wat vannacht doet. Morgenochtend te vroeg uit. En dan gaan we nog even, als we niks gevangen hebben, gaan we gewoon weer opnieuw stekken zoeken. En dan hebben we de hele dag. We blijven 3 nachtjes hier. Dus het is nu vrijdag, zaterdag, zondag. We gaan maandag weer terug. Dus tijd genoeg om een visje te strikken. Dus voor nu, een fijne avond en welterusten. Zo, goedemorgen. Vannacht best een druk nachtje gehad. Eerst liep mijn rechterhengel af, maar de lijn was volledig door, dus die is ontsnapt. Tweede heb ik wel gevangen, die zit in de sling. En de derde die heb ik vanochtend heb ik die gelost. En zojuist liep de vierde nog af en die heb ik net geland, dus dat is super mooi. Dus productief nachtje. Best gaar ook ondertussen. En we gaan dus even de visjes uit de sling halen straks. En dan gaan we die op foto en video zetten. En dan gaan we die jullie laten zien. Dus stay tuned.
Uit gaan halen en even op de foto gaan zetten. Ik ben benieuwd, jullie ook? Dit is het eerste visje van de nacht. Alle drie de vissen zijn overigens van dezelfde stek afgekomen. En ja, als je het gevoel hebt dat je niet helemaal oké ligt te vissen en toch 5 aanbeten waarvan 3 vissen gevangen, ja, dan doe ik het toch goed. Super blij mee. Ik heb geen idee van hoe zwaar die is. Denk een kilootje of, zal die wegen? 10, misschien 11 kilo. Maar super sterke strijder. Deze kan weer gauw terug en dan zullen we de andere 2 er eens bij pakken. Zo, dit is het 2e visje van de sessie. Deze had ik vanochtend vroeg, wederom op tijgenoten. Echt, ze zijn hier helemaal gek op tijgenoten. Echt, elke zak die ik opentrek, elke sling die ik opentrek, ligt weer volop tijgenoten uit te scheten. Dus ze gaan ook weer lekker terug op tijgenootjes. Nou, ik denk dat deze misschien net iets zwaarder is dan de eerste, maar meer dan welkom. Dus ook deze gaat weer terug. En dan zullen we de derde er eens bij pakken. Top. Zo. Hè. Nou, dit is het laatste visje wat ik gevangen heb. De derde dus. Wederom ook weer op de tijgenoten. Zelfde stek. Ik denk dat ik deze iets zwaarder is. Zal hem direct weer even wegen. Maar ja, was een geslaagde eerste nacht en ochtend zo. Dus super. Gaan we deze ook weer terugzetten. Tot later. Zo. Oké. Run, zegt ze. Oh, zou jij mijn zonnebrilboom even kunnen pakken, alsjeblieft? Boemen zo, hè? Ja, boemen zo. Dus die gaan we ook maar even wegen en op de foto en de video zetten. Zo gaat hij wel lekker, hè? Oh, dat is nog mij. Ja, dat is aan jou. Dus, nice. Nou. Zo. Het is behoorlijk warm. Het
laatste visje zit nog even in de sling. Die ga ik zo even op de foto en op de video zetten. Ik heb nu nog maar één hengeltje in liggen, maar we gaan eerst even wat eten en even bijkomen. Het is toch best een actie zo. Dus even opnieuw wat richtjes prepareren. Hengeltjes wat verplaatsen. De ene hengel waar constant de vis op komt, die gaat gewoon natuurlijk terug. En dan gaan we verder harken. Dus als we weer wat nieuws hebben, dan tunen we weer in. Tot later. Dit is het laatste spiegeltje die ik vandaag had. Het is vandaag ontzettend warm. Dus ik heb één hengeltje ingehad omdat ik gewoon anders levend verbrand op het water. De Engelse die naast mij zat, die heeft ook vandaag overdag helemaal niks gevangen. Het is vandaag een graad of 27, 28 geweest. Dus deze gaat weer gauw terug het water in. En dan gaan we de hengeltjes klaarmaken voor de nacht. Morgen wordt het iets minder weer, vannacht ook. Vannacht gaat het zelfs flink regenen. En meestal is er weersomslag een goed teken. Dus laten we hopen op die bak. En anders gaan we lekker verder visjes rossen. Dus op naar de volgende. Yes! Zo jongens, het is vandaag echt een ontzettend warme dag geweest. Wat mag ik niet doen? Wij zijn even lekker eten aan het maken. Het was vandaag zo warm dat ik zelfs niet het water op ben gegaan. Omdat ik alles verbrand heb. Mijn armen, mijn nek, mijn hoofd. Dus ik ben vanmiddag wijs even niet het water op gegaan. Ik heb wel alles lekker kunnen voorbereiden. En we zijn nu lekker met een maaltje bezig. Wat is er met dit bord? Ja, oh ja, laat zien. Dat ga ik zo laten zien. Het is lekker, hè? Het is lekker. Maar goed, we gaan even lekker wat eten. Nasi met saté gehaktballetjes. En Helen heeft, wat was het? Mihoen met gehaktballetjes. Dus als dat opgegeten is, ga ik het water weer op om alles op zijn plek te leggen. En dan zien die me straks weer. Eet smakelijk. Zo, de eerste twee hengeltjes liggen op scherp. Natuurlijk die ene weer teruggelegd op de stek die sowieso goed liep. Weer op tijgenootjes. Een metertje of 30, 40 verderop heb ik een mooie schone plaat gevonden. Vrij van wier, dus daar ligt een snowman van de specimen ligt erop. En dan ga ik nog een tjotje tussen het wier proberen te leggen. Even kijken of dat ik een mooi schoon plaatje vind. En daar gaat ook een specimen tjotje op. Dus het wordt al een beetje grauwer weer. Vanavond gaat het regenen. Dus we krijgen vanavond een omslag. Dat is al beter. En dan is misschien de meeste warmte weer weg. Want het is wel echt bloedbenauwd warm steeds. Dus we gaan zien wat vanavond wordt. Tot later. Zo, het is onderhand 11 uur. We hebben net een fikse onweersbui gehad. En voor Helen is dat nog wel spannend. Dus we hebben besloten om morgen lekker op te gaan ruimen. Want zondag op maandag is het weer precies hetzelfde. Heel veel onweer. En tijdens die onweersbui of net daarvoor heb ik op het water gezeten. En dat is gewoon niet veilig. Dus vannacht hopelijk nog een paar vissen vangen of een dikke bak. En dan we gaan morgen lekker opruimen. Voor nu welterusten en tot morgen. Zo, een hele goede morgen.
Na een hectisch nachtje met veel regen, een beetje onweer en twee vissen, tenminste eentje vannacht en eentje vroeg in de ochtend, is het tijd om rustig aan de spultjes te gaan pakken. Het blijft vandaag heel de dag regenen. Nou vind ik dat niet zo erg, maar het is niks om met Helen in de regen te blijven zitten. En vanavond gaat het weer gruwelijk onweren. En om dat allemaal voor te zijn, gaan wij gewoon lekker weer terug naar Nederland. De twee visjes zitten gewoon even in de sling. Dus die ga ik zo meteen even op de foto zetten en op video zetten. En hopelijk komt er nog een of andere bak uit. Maar ja, tot nu toe is het echt wel lekker gegaan. Ik ben even de tel kwijt, maar volgens mij zit ik op 7 vissen nu. Niet allemaal even groot, maar ja, het was wel een mooi avontuurtje zo. Dit is dus het eerste visje van afgelopen nacht. Ik kwam net na de storm. In de storm had ik overigens ook nog een volle run, maar ik ben in het water opgegaan. Helaas heb ik deze gelijk gelost, maar het was niet zo erg, want het begon zo hard te waaien dat het gewoon gevaarlijk werd. Onweer, sorry. En ja, toch weer een mooi visje erbij. Deze gaat terug, pakken we de volgende nog even bij. En dan gaan we zachtjes aan direct opruimen. Tijd om naar huis te gaan. Maar toch weer leuk om visje erbij te vangen. Op naar de volgende. Nou, zoals jullie kunnen zien, is dit een beetje het lelijke eendje van het stel. Hij heeft een flinke bochel. Toen ik hem aan het drillen was, toen gaf hij ook niet heel veel weerstand. Volgens mij heeft hij een beetje gelimiteerd door zijn bijzondere bouw. Netjes gezegd, hè? Dus, maar meer dan welkom. Super sessie gaat zo. Twee nachtjes. Was weer een hele leuke sessie zo. Dus ik denk dat dit wel een van de zwaarste is. Ik denk dat hij zo te voelen gaat hij richting de 14 kilo. Hij lijkt zo niet, maar hij is zo breed. Ik heb hem niet gewogen, kan ik direct nog even doen. Maar hij mag weer gauw terug. Gaan wij rustig aan de spultjes oppakken. Misschien tussen de buien door even de bus inpakken en doen. Dus het gaat helemaal goed komen. We gaan deze terugzetten en dan gaan wij de bus inpakken. Tot later. Alles lekker nat opgeruimd. Maar goed, de bus zit weer vol. Dus wij gaan op naar Nederland. Geen extreem dikke bak dit keer, maar ja, we hebben het ontzettend naar ons zin gehad. Mocht je deze video nou leuk vinden, doe even een blauw duimpje omhoog. En check onze Insta en andere YouTube video's. Dus wie weet, tot de volgende keer. Doei!